Ik ben Annemarie Bon en de auteur van Ik wil het weten. Geschiedenis is overal om je heen. Zo woon ik al bijna mijn hele leven in Den Bosch. En in dit huis hier achter me woon ik al 39 jaar. Dit huis is meer dan 120 jaar geleden gebouwd op veen, dat eerst met 2 meter zand is opgehoogd. Dat zand werd in de buurt van Vught afgegraven. En precies daar neem ik jullie nu mee naartoe, op de fiets. Ik hou enorm van fietsen. Deze route neem ik vaak. Hier steek ik het kanaal over en kom dan op een heel akelige plek terecht, waar de geschiedenis nog altijd zichtbaar is. Het begint hier meteen al. Zie je dat prikkeldraad en die wachttoren? Hier was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp. Deze kant op door het bos kom je bij de fusilladeplaats. Hier zijn in de oorlog 329 verzetsmensen vermoord. Hun namen staan op dit grote monument. Kom, laten we weer teruggaan. Om deze vreselijke plek te herdenken en om nooit te vergeten wat er tijdens de oorlog is gebeurd, is hier nu Nationaal Monument Kamp Vught. En weet je waar deze poort de ingang van is? Van de gevangenis. Dit is zelfs de best beveiligde gevangenis van Nederland. Hij staat op het terrein van het vroegere concentratiekamp. Ik fiets weer een stukje verder. Hier links van me is een militair terrein. Maar rechts is een wijkje. Hier wonen sinds 1951 Molukkers. Aanvankelijk in de barakken van het concentratiekamp. Hè? In een concentratiekamp? Wat is hier allemaal gebeurd? En waarom? Dat ben ik gaan uitzoeken. En daarover kun je lezen in Ik wil het weten. Omdat mijn boek speelt in 1958, heb ik veel gesproken met Louise, die daar al vanaf 1951 woont. Veel van haar belevenissen lees je terug in het boek, al heb ik er wel van alles bij verzonnen. Louise vertelde me dat ze zich amper iets van de reis naar Nederland herinnert. Ze was gewoon nog te jong. Ze kwam samen met 12.500 Molukkers met boten naar Nederland. Die boten hadden namen als Astoria en Atlantis. De Molukkers waren alle knilmilitairen in dienst van Nederland. Het plan was dat de Molukkers alleen maar tijdelijk naar Nederland zouden gaan, maar dat liep heel anders. Ze werden direct na aankomst ontslagen uit militaire dienst, tot hun grote frustratie. Het leven in de barakken hier was ronduit erbarmelijk. Hele gezinnen woonden in kamertjes van 2,5 bij 5 meter. En daar sliepen ze in stapelbedden op strozakken. Er was in een barak met veel gezinnen maar één plek om je aan de wasbak te wassen met koud water. En één plek met hurkwc's. Het was er ijs en ijskoud in de winter. De gevaarlijke gaskachels waren er de oorzaak van dat er geregeld brand uitbrak. De Molukkers voelden zich vernederd. Maar toch, de kinderen, vooral de jongens, hadden vroeger de tijd van hun leven. Ze wisten niet wat er allemaal speelde. Hun ouders zwegen over wat hen was overkomen. Maar voor we weer naar huis gaan, laat ik jullie nog een prachtige recreatieplas in Vught zien.
die ligt vlakbij het Molukse woonoord en die heet de IJzeren Man. Deze plas is ontstaan doordat er heel veel zand is afgegraven. Dat gebeurde met een graafmachine. En dat was rond 1900 een heel nieuwerwets wonder. De mensen noemden zo'n graafmachine de IJzeren Man. En waar al dat zand naartoe ging? Naar dat veengebied buiten Den Bosch. En daar staat mijn huis op. En de wijk waar ik woon, die heet Het Zand.